Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Feint seizoen 3. Daar zijn we weer, bro! Ik zit hier in mijn kapiteinshut lekker even naar de schatkaart te kijken die ik binnenkort met meneer KB wil gaan zoeken. Maar voordat wij dat gaan doen, jongens, heb ik vandaag toch echt mega grote plannen. Het schip is natuurlijk al 2 à 3 afleveringen af. We hebben dit strandje en zo hier mooi gemaakt. Dus nu is het tijd voor het volgende grote project. Wieuw! Ik heb namelijk heel wat reacties gehad over het feit dat ik telkens voor mijn houtwinkel het hout, zeg maar, met een ex gewoon heel simpel aan het hakken ben en het duurt lang en bla bla bla. Ik weet het, jongens. Het is tijd voor een automatische bomenfarm. Een soort van automatische bomenfarm. Het is weer tijd om mijn redstone kunsten op de proef te stellen. Alleen wil ik niet zomaar ergens willekeurig een lelijk redstone dingetje bouwen. Een hele constructie en weet ik van wat. Dat ziet er natuurlijk nooit mooi uit. Dus ik dacht, waar gaan we nou eens aan de slag? Waar gaan we bouwen? En toen kreeg ik ook een paar reacties over het feit dat dit eilandje hier net te laag was. En dat het eigenlijk niet bij de rest paste, weet je. Kijk, hier heb je die hoge bergen. Hier loopt het allemaal hoog en zo. Hier het minder hoog. Maar daar is... Het is gewoon niet echt een mooi eiland. En zoals ik al in aflevering 1 heb gezegd, ik wil uiteindelijk een soort schedel maken met een schatkamer idee-achtig. Maar... ik dacht, misschien kan ik ook het schedel nuttig maken door mijn bomenfarm binnen in het schedel, binnen in een nieuwe berg die ik helemaal zelf heb gebouwd te bouwen. Snap je hem? Dus wat nou als we hier een schedel maken met een berg eromheen? Dat was een berg, een soort rotsachtige berg eromheen. En ik denk dat dit een project is die ik absoluut niet in 1 aflevering af kan krijgen. Ik denk dat het een te groot project gaat zijn om in 1 aflevering af te hebben. Maar ga kijken hoe ver we komen. Dus hier een schedel, een bergje eromheen. Dan kunnen we daarna waarschijnlijk het ook een beetje weghak hier en daar, waardoor die wat dunner wordt. Hij is net te breed, dat eiland nu. En dan gaan we via het schedel naar binnen. En dan is daar de bomenfarm. Dan ga ik het schedel ook echt nuttig gebruiken. Als ik er een schatkamer van maak, is het natuurlijk alleen sier. Maar het is ook leuk als we hem gaan gebruiken. En jongens, ik zou natuurlijk Max niet heten als we alle spulletjes al hebben voorbereid. Kijk, daar komen we. Boven water. En dan staan daar, als het goed is, 4 shulkerboxes, een crafting table en een chest. Chest zit een beetje leaves in. Deze zit helemaal vol spullen. Dit zit helemaal vol spullen. Dit is bijna gewoon letterlijk een Minecraft-wereld, hoe ik dit heb ingericht. Dit zit helemaal vol spullen. En dit zit ook helemaal vol spullen. Deze kist is vooral bedoeld voor de farm, als het ware. De bomenfarm. En de rest is voor het decoreren. Hier heb ik blokken voor het schedel, boomblokken, calcite. Volgens mij heb ik ook diorite ergens. Ja. Nee. Huh? Had ik geen diorite? Oh, hier diorite en zo. Allemaal spannende blokjes, jongens. En als je afvraagt, Max, hoe kom je nou in deze shulkerboxen? Die waren er helemaal nog niet. Dat is een hele goede vraag. Nu van de makers van de Wijze Uil een gloednieuwe winkel. De eekhoorn met een shulkerbox in zijn handen of een ander gek paars dingetje. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het is een nieuwe winkel, jongens, dames en heren. Kom binnen, 1 voor de prijs van 3. Het is een beetje een oplichting, dus daarom kijken we naar de kassa. Dan gaan we eigenlijk helemaal niet betalen. De eekhoorn, waarvan ik de naam eigenlijk niet meer weet, maar hij staat in de winkelvallei. Boshelpers, als jullie dit zien, ik wil geld voor deze promotie. Goed, jongens, nu we toch in de winkelvallei zijn bij de nieuwe eekhoorn, de nieuwe chocoboxwinkel van de Boshelpers, dacht ik, laten we even langs onze houtwinkel kijken of er dingen gekocht zijn, want die heb ik vorige aflevering volgens mij bijgevuld. En zo te zien is de houtwinkel van Floor nog steeds aanwezig. Boe, slecht hout. Kom maar bij kopen, niet bij Floor. Boe, slecht. Boe, lelijk. Goed, laten we even bij de betere houtwinkel kijken, jongens. De prachtige, mooie, nu open. Hij heeft nog niet echt een naam. Oh, jawel. Hij heet volgens mij... Hij heeft nog geen naam. Dan is hij bij deze benoemd tot hout van goud. Omdat het hout is ter waarde van goud. Zijn er dingen gekocht? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15. We zijn rijk. Jongens, de houtbusiness loopt zoals gewoonlijk. Echt geweldig. Mensen kunnen niet stoppen met hout kopen. Ik moet wel dus nieuwe dingen gaan bijvullen. Want zo te zien is het wel weer bijna op. Dat is alleen maar een goede reden om snel terug naar huis te gaan. En te gaan beginnen met de bomenfarm, jongens. Met het skelethoofd, het schedel, de berg, de rots in het water. Weet ik voor hoe we hem gaan noemen. Het is in ieder geval tijd om hem te bouwen. Benny, waar ben je? Benny, kom maar aan, jongen. Het is tijd om naar huis te gaan. Tijd om te gaan bouwen. Een nieuw groot megaproject starten. Dit gaat wel weer echt een groot project worden, jongens. We zijn weer aangekomen in Piratenland. We zetten Benny op zijn tijdelijke plekje. En ja, ik heb alle reacties gelezen over dat ik Benny een stal moet geven. Geen zorgen. Stoppen de diamonds in de ender chest. Lopen naar mijn shulkerboxes toe. En dan is het nu tijd om een schedel te gaan bouwen.
Hallo! Jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En kijk nou naar het resultaat. Het is precies zoals we het wilden. Een schedel met een ooglap en een custom soort rotsachtig eiland eromheen. Hij is natuurlijk nog lang niet af, want ja, de achterkant die is nog open. En hij moet nog helemaal doorlopen tot ongeveer daar aan beide kanten. Maar ik ben er nu al echt heel blij mee. Het is inderdaad een heel groot project, jongens. Ik ben er sowieso meerdere afleveringen mee bezig en zo. Maar dat maakt het niet minder leuk. Kijk nou hoe dit eruit ziet. Als je nu aankomt varen vanaf de Grote Zee, dan zie je gewoon dit schedel met het schip dat er achteruit steekt. Dat vind ik zo een lijp uitzicht. Hier komt natuurlijk meer de bewoonde wereld en weet ik wat allemaal. Maar dit vind ik echt geweldig. Gewoon deze stijl hier met dat schedel en weet ik wat allemaal. Hij is nog niet onder water natuurlijk geregeld. Ik moet wel zorgen dat hieronder ook allemaal mooie dingetjes. En de koppel zo'n lijntje moet weg en weet ik wat allemaal. Maar laat ik even aan jullie laten zien hoe de houtfarm werkt, jongens. We lopen hier door de grot en het is van binnen nogmaals helemaal nog niet af. Ik moet daarboven ook nog van alles regelen, want dat ziet er ook lelijk uit en zo. Maar dat moet daar wel blijven. Hetzelfde voor de scaffolding. Die kan ik niet weghalen. Heel raar, maar het is deel van de farm, de scaffolding. Kijk, jongens, wat ik moet doen. Ik heb mijn inventory op een hele bizarre manier gevuld. Dan haal ik deze hendel over. Dan komt er, als het goed is, TNT naar beneden vallen. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, kijk, daar komt het. En dan ploft het elke keer op het obsidianblok daar. Dan lopen wij hierheen. Dan kunnen wij hier staan. En dan kunnen wij dit gewoon oneindig planten, zoals dit. En dan op deze manier valt er gewoon telkens hout. Zo simpel is het. En dan denk je, Max, je spulletjes raken toch op. Je boomiel en zo raakt op. Nou, het ding is, dan zetten we deze aan. En kijk, er komt er oneindig boomiel hierin vallen. Of oneindig, dat is niet helemaal waar. Ik moet het wel zelf bijvullen. En op deze manier kunnen wij gewoon AFK staan en hout krijgen. Kijk, maar je ziet het ook. Al het hout dat ontploft had in het water, dat wordt daarin gestuurd allemaal. Kijk, we zetten hem even stil. Ik ga namelijk niet nu de hele tijd hout zitten farmen. Zetten we hem weer uit. Dan stopt de TNT. En dan kijken we in deze prachtige kissies. Er ligt er ook heel veel troep van het bouwen. Dat ik nog dingen in elkaar aan het zetten was. We moeten er even uithalen. Maar al 61 hout. Hier 12 hout en hier nog niks. En dit is letterlijk van 30 seconden daar staan. En ja, de redstone en hoe deze farm werkt, dat heb ik inderdaad van het internet, want ik ben geen redstone genie. Maar ik heb wel mijn eigen design gegeven eraan, dat is wel leuk. Nee jongens, dit zelf verzinnen zo, redstone design en zo, dat het met blijkbaar met scaffolding omhoog gaat en dat dat een signaal geeft aan observers boven. Dat gaat allemaal mijn pet erboven. Maar ik heb hem wel een beetje mijn eigen design gegeven en ik heb natuurlijk dit hele ding eromheen zelf gebouwd. Maar de redstone erachter, daar snap ik altijd nooit iets van jongens. Ik heb echt minimale redstone kennis. Maar goed, de farm werkt hartstikke goed. Hier kunnen we binnenkort een keertje even AFK staan. En dan kunnen we mijn houtwinkel echt helemaal volproppen. Waar kom jij vandaan? Hallo. Goed jongens, in de volgende video wil ik ermee verder. Ik heb hier wat spulletjes die ik over heb, heb ik laten liggen. Ik denk dat ik dit nog wel kan herbruiken. Want als dit is wat ik allemaal weg heb gehakt en zo. Maar ik denk dat ik dit nog wel kan herbruiken voor de achterkant. En dan moet ik wel heel veel nieuwe blokken bijhakken natuurlijk. Maar ik ben in ieder geval heel blij met het resultaat. Alleen laten we dan naar het volgende puntje gaan. Tijdens het bouwen van deze timelapse ging ik dood. Terwijl ik van mijn computer even weg was gelopen. Dus ik kom terug bij mijn computer. En toen zag ik dat ik dood was gegaan. Dus ik denk, nee, mijn spulletjes zijn weg. Oh, mijn spullen die zijn gewoon verdwenen. Maar toen kreeg ik een berichtje van de boselfjes. En die hadden blijkbaar mijn spulletjes gevonden. En ik moest het vinden via een schatkaart. En dat ging zo. Goed, we hebben een schatkaart. Waar mijn spullen zijn. Want ik ben dus dood gegaan. Ook niet heel handig. Zo te zien is het in de winkelvallei bij de Wijze Uil. Het rode kruis is in ieder geval niet te missen. En ongeveer hier. Dit zou het moeten zijn. Nou, ik heb geen schep, want die ligt hier dus blijkbaar ook begraven. Oké, volgens mij is... Blijf je staan, Benny? Volgens mij is dit de plek. Hier ergens. Oh, een barrel. Mijn spulletjes en zelfs diamonds. Oh, mijn spulletjes, jongens. Hier ben ik heel blij mee. Zo, bouwen we het weer dicht. Stappen we weer op Benny. Rijden we terug naar huis. En dan kunnen we verder gaan bouwen aan het project dat voor jullie al af is. Jullie hebben het resultaat al gezien. Maar ik ben op dit moment hiermee bezig. Het is niet helemaal een chronologisch volgorde, maar dat maakt niet uit. Goed, gelukkig hebben wij al onze spulletjes teruggekregen. En dan heb ik ook nog wat anders leuks, jongens. Tijdens het bouwen van deze timelapse kwam er weer een drowned naar me toe met een trident. En hij heeft de trident laten vallen. Dus we hebben gewoon een trident, jongens. Hoe cool is dat? Ik moet wel heel voorzichtig mee zijn. Ik moet hem echt eerst gaan enchanten. Anders raak je hem natuurlijk kwijt. Over die beesten gesproken. Volgens mij hoor ik er weer eentje hier ergens. Ja, daar heb je er weer een. Soms word je helemaal gek van deze beesten. Daar heb je er nog één. Ik heb al een trident. Laat me met rust. Ik hoef jullie niet meer. Goed, dan gaan we heel even mijn honingfarm een beetje van de honeycombs wat blokken maken. Want anders zit zometeen deze chest helemaal vol. En dan moeten we dit eigenlijk ook gaan bijvullen in de winkel, jongens. Want we hebben natuurlijk een honingwinkel, maar die moeten we ook wel gaan bijvullen telkens. Dus laten we er eerst even blokken van maken. Zo, hoppakee. Dan maken we hier honingblokken van. Ja, kijk dit nou, jongens. Wij komen echt nooit meer honing tekort in deze survival serie. Daar zorgen deze lieve bijtjes hier wel voor.
Maar goed, dat is wel even genoeg bouwen voor vandaag. We hebben natuurlijk een behoorlijk project hieraan gehad. We zijn ook een dag verder sinds dat we hiermee begonnen zijn. Dus ik denk dat het tijd is voor een avontuurtje. Ik heb namelijk helemaal nog geen Netherite tools. En tegenwoordig sinds 1.20 heb je zo'n smitting template nodig volgens mij. En die kan je alleen vinden in de Nether, in Bastions. Dus laten we even mijn armor aantrekken. Een schild maken. Misschien een pijl en boog meenemen. Even wat gouden armor meenemen. En dan gaan we kijken of we een Bastion kunnen vinden. En kijken of we zo een smitting template kunnen krijgen. Want dan kunnen we een Netherite scraps gaan maken. Of hoe noem je dat? Bla 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 bla. In ieder geval goede armor krijgen. Zo, dan trekken we mijn gouden dansschoenen van meneer KB trekken we aan. Want dan worden we niet aangevallen door de meeste beesten. Hier een boog en wat pijlen. En dan is het tijd om op zoek te gaan naar een bastion. En het mooie is, jongens, ik ben mijn schild vergeten. Ik zei ik ga een schild maken, maar die ben ik compleet vergeten. Maakt niet uit, die hebben we toch niet nodig. Wie heeft er nou een schild nodig? Bijna iedereen in de Nether, maar dat maakt niet uit. In de tussentijd kunnen we mooi wat kwarts zakken om mijn tools even netjes te repareren. Want die waren ook bijna stuk. Dus het is een win-win situatie. Tenzij ik doodga, dan is het een verlies-verlies situatie. Maar daar gaan we niet vanuit. Misschien een beetje. Jongens, ik heb nog geen bastion gevonden. Maar wel een soort meer met echt heel veel van die slime dingen. En ik weet niet of ik die nodig heb. Dus ik weet niet of ik ze aan wil vallen. Maar ik ben heel bang dat ik in de lava ga vallen. En ze zijn ook echt intimiderend, die beesten. Het is niet zozeer dat ik bang ben dat ze zeg maar me doodmaken door me te hitten. Maar meer gewoon dat ze me doodmaken door me in de lava te duwen. Ik ben inmiddels denk ik al 20 minuten aan het rondlopen door de Nether. Ik ben al heel ver van huis. Maar we hebben nog geen bastion gevonden. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet niet of dat in een specifieke biome zit. Of dat ze gewoon overal spawnen. Ik hoop maar gewoon op het beste. Ik ben maar een beetje aan het ronddwalen. Af en toe even een kwartsblok hier en daar hakken. Maar ik heb echt geen idee of ik er eentje tegen ga komen. Geen bastion, maar wel weer een fortress. Dat is echt al de zoveelste die ik tegenkom. Alleen ik heb geen shield bij me, waardoor blazers heel irritant zijn. Jezus, het is wel een groot fortress dit hoor. En op zich ook wel lekkere loot erbij. Gelijk, hier diamond horse armor, een beetje goud, netherwart. Jongens, volgens mij hebben we een bastion gevonden. Oh my days, dit is er volgens mij eentje. 100% ja. Ja, we hebben er één. En hoe gaan we dat veilig doen? Hoe ga ik veilig daar naar de overkant? Ja, er is niet echt een veilige route, dat is het hele ding. Oh god, dit gaat moeilijk worden. Zal ik gewoon hier overheen bouwen? Vallen die dingen je aan? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Ik ga gewoon. Ik weet niet of dit dom is, maar ik doe het gewoon. En nu is het nog maar de hoop om zo een Netherite template upgrade dinges te vinden, jongens. Ik ga kijken of ik hier gewoon doorheen kan hakken. Ik denk op die manier voel ik me het enigszins het meest veilig. Oh, we zijn gelijk in een goed plekje. Of niet? Deze wil ik sowieso meenemen. Die wilde ik... Oh, daar heb ik Silk Touch voor nodig. Wat zonde. Ik wil zeggen, die blokken wil ik gebruiken voor het ooglapje van mijn schedel deze. Alleen ja, ik heb geen Silk Touch natuurlijk. Eigenlijk had ik gewoon een Silk Touch pickaxe moeten maken. Ook een ender chest mee moeten nemen. Dat ik mijn spulletjes veilig kunnen stellen. Ik heb nu ook zo belachelijk veel loot bij me. Ik heb mijn gouden schoenen aangetrokken. Hopen dat we niet zo'n brute of zo tegenkomen. Die dingen zijn extreem sterk. Hallo? Oké, jullie zijn... Jullie vallen mee. Jullie vallen volgens mij mee. Toch? Ik weet het niet. Hallo? Ik doe jou niks. Hoor je goud? Hier. Hier is goud. Wat krijg ik voor terug van je? Hij heeft me een obsidian teruggegeven. Op zich, dankjewel, maar niet wat ik wilde. Oké, de eerste kist, jongens. De eerste kist. Oké, dan moet ik oppassen dat die gasten me niet aanvallen. Want dan doen ze straks een kistje open. Daar gaan we. Oh, big step. Dat is lijp. Niet wat ik wil, maar wel lijp. En een ijzerblok. Oh, jongens, ik had echt veel meer dingen mee moeten nemen. Veel meer ruimte in mijn inventory. Dit is wel echt even taai dat ik zo weinig ruimte heb. Misschien als we genoeg obsidian krijgen, kunnen we wel een netherportal maken. Want ik heb een flint en steel in de kist gevonden net. Dat zou enigszins wel nice zijn. Oh, hij is diep, dat ding. Waarom moet er nou een ghast zijn? Gelukkig heb ik een pijlenboog meegenomen. Oké, jongens, ik wil er even langs. Is dat een probleem? Wow, dat is veel goud. Dat wil ik. Ik ben wel echt bang dat die gasten toch ineens boos op me worden. Voor een of andere domme reden. Ik weet wel dat dit goud hier waarschijnlijk nu van mij is. En ik hoop dat niemand mij daarvoor aan gaat vallen. Oh, dit is wel echt lekker, jongens. Weet je hoeveel goud dit is? Kijk, voor hun moet je oppassen, jongens. Deze gasten. Deze guy, die is echt insane sterk. En die boeit het niet of je goud aan hebt of niet. Wil je wat goud misschien? Nee, zie, hij is niet af te leiden. Deze guy moet je echt voor oppassen. Die one hit je ook bijna. Die is zo sterk. Oké, daar loopt hij. Daar loopt de guy. Hoe ga ik dit doen? Ik wil gewoon heel graag. Heel graag. Oh god. Nee, gast. Die gaan we even doodmaken. Ik wil heel graag een smitting template. Echt. Oh, en dat wordt zo moeilijk dit. Want ik heb helemaal niet de goede loot hiervoor. Oké, misschien dat ik hem hierheen kan lokken. Zoals dit. Kijk, dat hij dan hierheen komt, die guy. Kom. Ja, kijk even mijn aandacht. Let op. Doen we zo.
En dan zo. Wat een oplossing. Ik ben trots op mezelf, jongens. Volgens mij was dat de enige echte brute op dit niveau hier op zijn minst. Wat is dit voor rare bestje? Nee, waar zijn die grote hallen en zo? Ik heb alleen maar gekke kleine gangetjes hier en weet ik wat allemaal. Ik heb nog maar één kist gevonden. Misschien hoger. Daar ben ik nog niet geweest op dat niveau daarboven. Althans, volgens mij ben ik nog niet zo hoog geweest. Oh, hij is naar beneden gevallen. Oh, gelukkig. Dat was weer zo'n broed, jongens. Zo'n veelste sterke guy. Ik blijf het zeggen. Die guys die killen je binnen 2 seconden gewoon. Ben je dood. Klaar. Die kennen geen genade. Oh, een skeleton die slaat me. Oké, een kist, jongens. We hebben een kist. Dus laten we het barricaderen hier. Dat niemand boos op mij wordt als ik deze kist open. Oké, daar komt hij. Oh, smitting template. Volgens mij is dat wat ik nodig. Nee, smitting template met eruit upgrade. Ja. Oh, we hebben er één. Oké, wacht. Wat gaan we inruilen? En dan gaan we weg hier naar huis. Klaar. Ik wil hier niet meer terugkomen. Nou, ik wil wel ooit terugkomen, maar niet nu. Is voor nu totaal niet belangrijk. Zo. Oh, mijn god, jongens. Weg hier naar huis. Naar huis. Ik heb er één. En die kan je duplicaten namelijk, die dingen. Oké. Hoe kom ik weg? Hoe ga ik weg hier nu? Althans, wat is de snelste... Dit hier gewoon. Gewoon hier. Slaan we deze coördinaten ook op van dit. Ja, iets in mij wil nog even dooravonturieren. Maar weet je, ik ga verstandig zijn, jongens. We gaan naar huis. We gaan nu weg hier. En we zien het wel een keertje gewoon nog een keer gebeuren. Weet je, hier. Coördinaten, hoppakee, opgeslagen. En weg hier. Weg hier. Weet je wat is, jongens? Ik heb wel heel veel goud. Dus misschien treden deze guys mij genoeg... obsidian om een portal te maken. Dat zou chill zijn. Wacht, kom hier. Ik kom even in een hokje duwen. Oké, kijk, we hebben een hokje voor hem. En als we hem nou gewoon even gaan dealen met hem hier. Wat heb jij? Heb je obsidian voor mij? Quartz? Nou, dat hoef ik niet. We hebben genoeg goud. We gaan gewoon kijken hoe lang we dit vol kunnen houden. Een enderpearl. 2 cells, oké. Ik ben zo blij dat we die netherite upgrade hebben, jongens. Het is zo moeilijk geworden om netherite te krijgen sinds 1.20. Althans, veel moeilijker is het. Crying obsidian. Heb je ook normaal obsidian? Dit gaat te lang duren. Hij is echt allemaal onzin aan het droppen. Nou jongens, hij heeft 3 obsidian in totaal gedropt. Crying obsidian gaat hier niet echt mee werken. Volgens mij. Volgens mij werkt een portal niet met crying obsidian, toch? Nee, dat werkt niet. Oh, kapitein Snavel, wat ben ik blij om terug te zijn bij de basis. Een avontuur in de Nether vind ik altijd op zich wel leuk. Maar het risico dat je doodgaat is zo groot. Goed, laten we de buit even naar beneden brengen. Even hier... Blablabla. Naar binnen, hoppakee. We hebben zoveel goede loot. Ten eerste, de paardenarmor is echt insane. Ik mis wel het paard waarmee ik op avontuur was, jongens. Echt waar, het was echt een geweldig paard. Wat diamonds, ijzer en goud. Mijn dansschoenen hebben me enorm gered. Dus die gaan weer terug op de plek. Door uiteindelijk te traden met die zombie, die piglin als het ware, heb ik best wel veel goede dingetjes gekregen. Oh, oké, jongens. Uiteindelijk de beste loot die ik heb gekregen is dan misschien niet eens de smitting template. Want als het goed is, heb ik hier ergens al andere liggen. Maar waar? Geen idee. Oh, hier. Kijk, hier heb ik al andere liggen. Dus die kan er mooi bij. En dan de pickstep ook. Maar hier ben ik vooral blij mee. Want deze ding, jongens, heb je er maar eentje van nodig. En dan kan je hem duplicaten. En dat duplicaten kost, als het goed is, diamonds. Volgens mij dupliceer je dat op deze manier. Kijk, dan krijg je er 2. Dus dat gaan we nog een keer doen. En dan heb ik er in totaal 3. En dan denk je, Max, je diamonds zijn op. Dat klopt. Maar daar komt hij. Ik wil eentje zelf houden. Natuurlijk, logisch. Die stoppen we mooi in de ender chest. En dan deze 2 wil ik voor 30 diamonds per stuk gaan verkopen in de winkelvallei. Mensen hoeven er maar eentje te kopen. Dan kunnen ze daarna voortaan zelf duplicaten. Maar... het hele avontuur dat je hiervoor moet doen, jongens, is echt belachelijk. Dus we gaan een heel simpel klein dingetje maken. Zo, dan gaan we even snel naar de winkelvallei. Volgens mij staat mijn paard. Benny staat zelfs nog daar. Voor een of andere reden heb ik die daar achter gelaten. Moeten we helemaal lopen? Het is al zo ver. Het is helemaal niet ver, jongens. Geen zorgen. Ah, daar heb je Benny. Daar is hij al. Waar gaan we even dit tijdelijke winkel... ik denk hier gewoon, heel simpel.
Ik denk als ik hier... Ik heb namelijk spulletjes mee om kanonnen te bouwen. Oh, niet alles. Ik ben een paar blokjes vergeten. Nee. Misschien zitten die hierin. Ja, ik kan ook wel met oak. Kan ik het bouwen. Hier, ja, dit kan wel. Dit kan. Maken we even snel een kanon hier. Zo, een mooi kanon. Zetten we hiervoor eventjes zo, zo, zo. Barrel, barrel, barrel. Nou, dat is het midden trouwens niet. Doen we hier zo. 30 dia is 1 template. Hetzelfde hier. 30 dia is 1 template. Gooien we deze erin. Gooien we deze erin. Beetje blaadjes eromheen voor details, jongens. Ziet het er iets minder saai uit. Zo, hoppakee. Oké, jongens, ik heb heel even snel wat nieuwe blokken opgehaald, zodat ik het een beetje meer kan aankleden. Want hoe het er nu uitziet, vind ik niet heel bijzonder. Ik wil een beetje wat nether blokken erbij doen, omdat het natuurlijk echt netherite templates zijn. Boom. Boom. Hoppakee, dan hebben ze een beetje kleur. Voegen we een beetje... Dit toe zo. Kijk, als het goed is, wordt dit blauw vuur. Oh, dat is wel heel leuk. Oppassen dat het alleen niet alles verbrandt, maar dat komt wel goed. Doen we hier ook mooi zo, zo. En dan gooien we netherwater op. Hoppakee. Magma blokje erbij. Hier ook een magma blokje. Een wall zetten we neer. Zetten we hier ook een wall neer. Een beetje rotsen hier en daar om het mooi te maken. Zo. Zo. En dan hier tot slot nog een soil. Zo. En hier een leaf. Hoppakee. Nou jongens, nu ziet het er op zich wel leuk uit. Kanon erbij, dan weten ze dat het van mij komt. Hier kunnen ze er 2 kopen. En het leuke is, zodra deze gekocht zijn, heb ik 30 diamonds. En misschien zelfs 60 diamonds in totaal. En dan kan ik van die kan ik weer nieuwe maken. Die dan ook verkopen mogelijk. Want iedereen hoeft er maar eentje te hebben. Dus dit is echt een tijdelijke winkel. Want zodra iedereen 1 template heeft, dan hoeft niemand ze meer te kopen. Want dan kunnen ze allemaal zelf duplicaten. Maar... Het is best wel duur om te duplicaten. Dus ik kan ze voor nog duurder verkopen, want mensen moeten het toch hebben. Dus ik ben benieuwd wanneer mensen dit gaan kopen. Spannend! Goed jongens, ik wilde net vandoor gaan met Benny de Bouwer, maar toen kwam René langs. Ik had mijn opname zeg 2 seconden uitstaan. René kwam langs en die heeft dus al de eerste gekocht. Dus wat we even snel nog gaan doen is deze weer duplicaten en dan bla bla bla. En dan gaan we er even vullen. Je weet hoe het gaat. Zo, hoppakee. Dan gaan we er nog 1 duplicaten en dan gaan we er nog 1 duplicaten. Dan hebben we er in totaal van die ene hebben we weer 4 nieuwe kunnen maken. Die kan er zelfs nog 1. Ik ga er wel nog 1 maken. We hebben 5 nieuwe. Dan denk je, ja, de diamonds zijn inderdaad bijna op. Maar ik gok dat we er hier hooguit nog 3 of 4 van gaan verkopen. Niet alle 5 natuurlijk. Want bijvoorbeeld David, Julian en Joris leven samen. Dus die hebben er maar eentje nodig. En die gaan dan met elkaar natuurlijk delen. René en Floor hoeven er maar eentje te hebben. Maar Justin, Rick, meneer KB. Die moeten natuurlijk allemaal voor zichzelf zorgen. Dus 1... 2, 3. En dan doen we hier doen we er ook 2. Hoppakee. Ja, die dingen staan prachtig te koop, jongens. Ik ben benieuwd hoe rijk dit winkeltje me gaat maken. Ik denk dat ik hiermee meer ga verdienen in een korte periode dan dat ik met die winkel daar heb verdiend. En over winkels gesproken, laten we nog heel even snel checken of we winst hebben gemaakt met onze zonnebloem. Of misschien heeft Floor dat er allemaal uitgehaald. Dat kan ook natuurlijk. Ja, hij is wel aardig gevuld, de winkel. Maar volgens mij... Ik denk dat Floor die winkel gewoon telkens natuurlijk leeg rooft. Nee, ik zie geen diamonds liggen. Dan ga ik even met Floor kijken of zij dat eruit haalt. Of dat niemand gewoon wat koopt. Dat kan ook natuurlijk. Goed, laten we dan even terug naar huis reizen. En dan wil ik waarschijnlijk in de volgende aflevering, jongens... wil ik de netherite daadwerkelijk gaan zoeken. Ik heb natuurlijk ancient debris nodig. Dat moet je dan naar netherite scraps maken. Samen met goud wordt het netherite ingots. Dat wil ik allemaal volgende aflevering gaan doen. Dan kunnen we dan ook netherite tools en misschien netherite armor even krijgen. En ik wil volgende aflevering... mijn houtfarm een keer even tot de test brengen. En waarschijnlijk gewoon een uurtje AFK staan. Verschillende soorten houtfarmen. En kijken hoeveel we krijgen. Oh, ik ben wel heel blij met het resultaat nog steeds. Het is nog lang niet af natuurlijk. Je ziet het aan de bovenkant daar. Er moet ook nog iets bovenop komen om dat te bedekken. Het moet nog helemaal doorlopen. Bla bla bla. Komt helemaal goed, jongens. In ieder geval, voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Ben je tot dit punt in de video gekomen en je bent nog niet geabonneerd? Wat ben je nou aan het doen? Het is helemaal gratis. Je kijkt toch tot zover. Abonneer nou ook gewoon gelijk eventjes. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1.0. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Bo.